Een zoektocht naar een appartement of villa van je dromen is niet zomaar iets. Vandaag reizen we af naar Spanje om in gesprek te gaan met een vastgoedmakelaar die je hierbij kan helpen. We begeleiden onze klant eigenlijk zeer gestructureerd. Dus we starten met een stap 1 die een online meeting is. Ofwel een meeting bij ons op kantoor in België, waarbij we heel grondig door de wensen van de klant gaan. Dus wij luisteren naar de klant, kijken wat ze wensen en dan gaan we in functie daarvan filteren in onze eigen projecten. Want we hebben een 200-tal projecten in onze portefeuille. En die gaan we dan filteren tot maximum een 5-tal projecten die wel heel, heel goed aanpassen bij die klant. En vervolgens gaan we dan in een tweede stap gaan we de inspectiereis doen in Spanje. Om die panden, die 5 panden dan te gaan laten zien of die 5 projecten te laten zien. Maar ook fiscale begeleiding, juridische begeleiding, vertalingen. Dus wij doen echt wel het A tot Z verhaal om onze klant te begeleiden in zijn zoektocht naar Spaans vastgoed. Een inspectiereis is vaak 2 dagen. Dus de eerste dag gaan wij de geselecteerde projecten die we op voorhand geselecteerd hebben samen met de klant, gaan we die bezoeken. Dan gaan er in principe 1 of 2 projecten echt wel uitschieten voor een klant en dat gaan we dan op dag 2 nogmaals zeer uitgebreid bezoeken. En vaak wordt er dan een bezoek nog gebracht bij de advocaat om wat juridische inlichtingen in te winnen of fiscale inlichtingen. En dat is eigenlijk het inspectiereisverhaal. En ook organiseren wij virtuele tours met de ontwikkelaar, het project en brengen we echt wel alles in beeld. Ook ontwikkelt Invest in Spain hun eigen projecten in Marbella. Van de bouw tot aan de styling zijn ze betrokken. Door middel van een virtual tour kan de ontwikkelaar het eindresultaat al bekijken. Wij verzorgen ook de totaalinrichting voor onze klanten. Zij kunnen dan in België in onze designstudio samen met de interieurarchitecten hun plan laten uitwerken. Wij zorgen dan voor de bestellingen, het verzamelen van de goederen in onze depot en zorgen dan voor de installatie en het transport uiteraard naar Spanje toe.